Goedemiddag, mijn naam is Petra Wensel. Ik ben de aanjager van de community online binding sinds juli. Deze community is door Surf in het leven geroepen, naar aanleiding van de coronacrisis natuurlijk. Er leek een behoefte aan het uitwisselen van kennis en informatie over dit thema. Nou, dat hebben we geweten. Recent hebben we een webinar gehouden waar heel veel mensen aan mee hebben gedaan. En daaruit bleek inderdaad dat mensen, dat docenten en docentenpopulaties heel erg geïnteresseerd zijn in voorbeelden. Uitwisselen van die voorbeelden, inspiratie opdoen uit die voorbeelden. En daarom heb ik, ben ik aan de slag gegaan met het benaderen van docenten. Die ik op allerlei manieren vond op LinkedIn, op andere fora. En tot mijn grote enthousiasme kreeg ik meestal per omgaan een reactie van die docenten. En eigenlijk iedereen zei, ja, ik wil wel wat delen. Vandaar dat we nu hier zitten. Op het andere scherm Ewald, die was een van de eerste, heeft ook het webinar gezien. En ik had een enorm leuk telefoongesprek met hem. En daar wil ik jullie een mededeelgenoot van laten worden. Ewald, kan je jezelf even kort voorstellen eerst? Wie ben je en werk je met wat voor studenten werk je? Prima. Ik ben Ewald Edink. Ik werk bij Hogeschool in Holland. Ik ben docent chemie. Ik ben bijna 5 jaar geleden begonnen met lesgeven. Daarvoor hield ik me bezig met de ontwikkeling van medicijnen. En ik doe dat nu al 5 jaar met heel veel plezier. Ik geef aan zowel de eerste, tweede, derde, vierdejaars geef ik les. Maar relatief veel aan de eerstejaars en zeker in de eerste periode. En dat is natuurlijk nu gezien de huidige situatie is dat natuurlijk wel extra bijzonder. Studenten die net binnengekomen zijn en die je dan toch zo goed mogelijk wil laten starten, betrokken wil laten voelen bij de opleiding. Dat is natuurlijk bijzonder en daar ligt een uitdaging. Ja, want ik heb jou natuurlijk al gesproken. En je vertelde dat je in het begin, zeg maar, in begin september een bepaalde aanpak had, maar dat die aanpak geleidelijk eigenlijk best wel veranderd is. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben eigenlijk weinig voorbereidingstijd gehad. Ondanks dat we natuurlijk al een tijdje weten dat we veel meer op afstand moeten doen. Gewoon besloten om de werkcolleges die we normaal fysiek doen, om die dan online via Teams te doen. We hebben zo'n 250 eerstejaars. Die hebben we wel in kleinere groepen, 24 studenten ingedeeld per digitaal werkcollege. Ze kijken wel eerst de zogenaamde online hoorcolleges. Ik had denk wel het geluk dat ik 2 jaar geleden al eens de hoorcolleges in de collegezaal heb laten opnemen. En voorheen heb ik die gewoon integraal aangeboden aan de studenten ter voorbereiding voor de toets. Dus dat ze nog eens even iets kunnen terugkijken, iets kunnen opzoeken. Mm-hmm. Dat materiaal had ik. Wat ik dus wel gedaan heb, daar heb ik tijd voor vrijgemaakt om die hoorcolleges in kleinere stukken te knippen. Eigenlijk per onderwerp. Dat op ons LMS, Moodle, gezet. Mm-hmm. En gecombineerd met opgaven. Dus ze kijken eerst een kortere video over een bepaald onderwerp en dan gelijk de leerstof mee aan de gang gaan, aantal opgaven maken. De bedoeling is dat ze dat vooraf gaan doen aan het digitale werkcollege. Dan bij het digitale werkcollege, daar komen we dan echt voor het eerst eigenlijk bij elkaar. En daar kunnen de studenten dan hun vragen stellen. En in het begin had ik gewoon zoiets van, ik zie wel welke vragen er komen. Maar al snel dacht ik, dat moet ik toch iets meer gaan structureren. En ik maakte ook al heel veel gebruik van online quizzes, Socrativ. Dat deed ik eigenlijk voorheen voornamelijk in de collegezaal zelf. Dus vragen over de leerstof, maar ook wat ze van het college vinden. Zijn ze tevreden? Is het tempo in orde? En dat is natuurlijk, vind ik, hele bruikbare feedback die je weer kan gebruiken om het onderwijs verder te optimaliseren. Toen heb ik bedacht, ik ga gewoon ook weer die Socrativ. Daar begin ik het digitale werkcollege mee. Daar kan je dan ook wat vragen, zoals ik net noemde, van zijn jullie tot nu toe tevreden of willen jullie dingen anders hebben? En je kan gelijk ook vragen
Wat willen jullie dit werkcollege behandeld hebben? Dus dan heb je gelijk een mooi overzicht. Oh ja, daar is behoefte aan. En verder meng ik het ook altijd met inhoudelijke vragen. Dat is natuurlijk voor mij weer een goed middel van in hoeverre hebben ze de leerstof van de online hoorcolleges, zal ik het maar even noemen. In hoeverre hebben ze die begrepen? En het motiveert ook weer de studenten om echt ook die quiz te maken. Want ik vertel er altijd bij, ja, dit zijn echt vragen op toetsniveau die hierin zitten. Dus die zijn ook heel geschikt om mee te oefenen en om jezelf te testen van hoe goed heb ik nu de leerstof begrepen. En dat deed je dus elke week, die vraag? Ja. Oh, dat beviel heel erg goed de eerste keer dat ik dat deed. Ik zag het ook weer terug in die, want dat is heel fijn. Je ziet heel erg van wat de studenten fijn vinden, wat ze minder fijn vinden. Natuurlijk ook qua leerstof, wat hebben ze al wel begrepen, wat nog niet. En ik kreeg ook terug dat studenten dus juist dat heel fijn vonden, dat ze met zo'n Socrative konden beginnen. Dus dat heb ik er eigenlijk vanaf dat moment ingehouden, dus tot aan het eind van de periode. En had je daardoor het idee dat je meer contact had met de studenten over... had je het gevoel dat je ook meer wist over het niveau van hun kennis bijvoorbeeld? Ja, zeer zeker. Maar ook wat je als eerste noemde, ik denk dat het ook heel erg hielp met het contact maken. Want kijk, je gaat daarna echt even... Ik laat dan ook altijd... Je hebt een resultatenscherm. Ik kan dat eventueel zo meteen wel even laten zien. Je hebt een resultatenscherm. Dat laat ik ook aan de studenten zien. Dus ik deel dan mijn scherm. Ik maak hem natuurlijk wel anoniem. En dan zeg ik, oh ja, ik zie dat je hier veel mensen hier het eens mee waren. Nou, hartstikke mooi. Ik zie dat wel een aantal mensen aangeven dat het tempo... misschien wat hoger zou kunnen wat hen betreft. Maar ja, de meerderheid die geeft eigenlijk aan dat het tempo precies goed is. Dus ja, en ik probeer toch de meerderheid zo goed mogelijk te bedienen. En ook als je vooral naar de tips en tops gaat kijken, ja, dan zie je daar ook wel dingen tussen staan dat je denkt, ja, dat is een heel goed idee. Dat gaan we van nu af aan, gaan we dat voortaan zo doen. Dus je hebt op die manier al gelijk een gesprek met de studenten. En ja, en ik denk ook dat studenten merken ook van, oh, ik mag dus ook meebeslissen over de invulling van het onderwijs. Want ik vraag ze ook heel expliciet, welke leerstof of welke opgave willen jullie in dit werkcollege behandeld hebben? En daardoor voelen ze, denk ik, zich ook meer betrokken bij het onderwijs. En dat helpt ook nog eens met de binding. Dus ja, je hebt iets om met elkaar over te praten en ze voelen zich meer betrokken. Dus ik denk dat zeker helpt. Heel mooi. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet. Oké, dan ga ik heel even mijn scherm delen. Kijken of dat goed gaat. Volgens mij wel. Ik denk, Petra, je ziet nu een... iets met vragen BC, WC3. Dus dit is basischemie werkcollege 3. Ja, hier een aantal voorbeelden. Dit is trouwens het scherm wat je als docent gebruikt om de vragen te maken, aan te passen. Dus je kan volgorde veranderen, vragen toevoegen, et cetera. Dit is een waar-niet-waar vraag. En dit gaat even over of ze de studietaken gedaan hebben. Dus hebben ze het hoofdstuk uit het boek gelezen? Hebben ze het online hoorcollege gevolgd? Dat is natuurlijk voor mij ook hele nuttige informatie. Hè? Is iedereen nog bij? En dus vandaar dat soort vragen erin staan. Ik ga even iets verder. Wat vinden ze van het vak tot nu toe? Vinden ze het makkelijk? Kunnen ze dus aangeven helemaal eens of helemaal oneens? Hier die vragen over dat tempo. Zijn ze tevreden over hoe de werkcolleges dus tot nu toe worden gegeven? En ik vraag dus ook altijd van, heb je nog tips of tops? Vervolgens komen de inhoudelijke vragen. Dus dit gaat echt over chemie. En de allerlaatste vraag is standaard van, welke opdrachten, welke leerstof wil je nu nog in het resterende deel van het werkcollege behandeld hebben? Nou, als je dus die quiz hebt afgenomen, dan zal ik ook nog even laten zien hoe dat eruit ziet als docent. En dat is misschien wel goed om er gelijk bij te vertellen. Wat ik dan altijd doe is, dit is ook het scherm wat ik aan de studenten zelf laat zien. Aan de hand daarvan gaan we het bespreken. Voorbeeld, dit is, ik heb het online hoorcollege gevolgd, dus dat was deze vraag. Nou, dan zie ik, de meeste studenten die hebben dat gewoon netjes gedaan. Nou, het is natuurlijk goed om dat te weten. Dus is dat niet zo, dan kan je natuurlijk ook daar met ze over hebben, waarom niet, en wel motiveren om dat alsnog te doen. En dit is bijvoorbeeld waar ze dan de tips en tops kunnen aangeven. Nou, je ziet eigenlijk dat...
En de meeste geen tips of tops hebben. Sommigen geven nog aan, nee, ik vind het prima zo. Hier geeft iemand aan, ik wil toch graag dat de onderwerpen besproken worden die mensen lastig vinden. Of lastige onderwerpen op zichzelf. Nou, op basis daarvan kan je even vragen, oké, wat bedoel je daar precies mee? En zo, zo nodigt dat toch meer uit ook tot een gesprek met de studenten. Ja, ja, mooi. Kijk, en die software, die Socrative software, dat is natuurlijk een voorbeeld van. Er zijn natuurlijk allerlei pakketten waar je dat mee kan doen. Maar wat ik mooi vind, is dat je eigenlijk de feedback op je werkcolleges krijg je nu per week. Terwijl normaal gesproken het vaak aan het eind van een hele cursus natuurlijk een evaluatie is. Ja, en dan kan je er eigenlijk niet zoveel meer mee. Dat vind ik dat een mooie opzet. En nou ja, zoals je zegt, van, ja, er is natuurlijk ook heel veel meer, voor jouw gevoel, meer binding. Je kan dingen bijstellen. Denk je dat de studenten dat ook zo ervaren? Meer binding met jou? Stel je die vraag wel eens in je? Dankzij deze opzet. Ja, zal ik even stoppen met mijn scherm delen, Petra? Ja. Ik denk van wel, kijk, ik had het misschien ook als vraag kunnen toevoegen aan deze quiz. Dan had ik echt geweten wat de studenten ervan vinden. Dus misschien moet ik dat volgende keer doen. Ik denk van wel. Ik denk echt dat dat is toch ook wel bekend, als ik me niet vergis, in de literatuur. Dat als studenten zich betrokken voelen, de invulling van het onderwijs kunnen beïnvloeden, dat heel erg helpt bij de binding. En ik had zelf ook wel, gewoon best wel, ik hoorde best wel collega's, die waren soms negatief over hoe de werkcolleges gingen. Dat je dan tegen het zwarte scherm zat te praten en er weinig interactiviteit was. Dat heb ik niet zo ervaren. En ik weet niet of dat, misschien, kijk, waar dat dan aan ligt. Misschien omdat dit eerstejaars waren en dat die nu ook heel erg behoefte hadden aan contact. Ze hebben ook veel thuis gezeten. Misschien dat dat het kan verklaren. Maar ik denk wel dat, zeg maar, zo door deze opzet, zo te beginnen en het daarna met elkaar te over hebben, dat echt wel helpt bij het vergroten van de binding. Ja. Nou, een mooie conclusie. Dan nog de vraag waar heel veel mensen, docenten, in geïnteresseerd zijn. Heeft het veel tijd gekost om dit zo op te zetten? Ja, dat is een goede vraag. Maar dat is wel een, ligt een beetje aan. Kijk, hoe het bij mij is gegaan is, en dat is ook wel waar ik achter ben gekomen, wat voor mij heel goed werkt in het doorontwikkelen van je onderwijs. Ja, dingen in kleine stapjes doen. Elk jaar er weer iets bij doen. Ook door middel van dit soort enquêtes kijken, waar ligt de behoefte van studenten? En zo op een gegeven moment eerst begonnen met korte video's voorafgaand aan hoorcollege studenten laten kijken. Of toen op een gegeven moment hoorcollege laten opnemen, wat ik al eerder vertelde. Die Socrative ben ik ook al een tijd geleden mee begonnen. Dus ik had al best wel een database aan inhoudelijke vragen. Dus dit heeft mij nauwelijks tijd gekost. Maar vooral omdat ik in de loop van de jaren al dingen op dit gebied verzameld had. Maar kijk, als ik puur even hebben hoe snel gaat zo'n Socrative quiz. Ik vind het heel gebruikersvriendelijke software. Ja, er zijn nogmaals allerlei verschillende tools. Maar het maken van zo'n quiz, dat kost echt, zo gauw je de vragen klaar hebt, kost echt niet veel tijd. Voor mij was het een kleine investering en die zich heel goed terugbetaald heeft. Ja, en misschien ook wel volgend jaar weer te hergebruiken. Zeer zeker, ik ben zeer zeker van plan om, het moeten nog zien, hè, hoe het volgend jaar het onderwijs eruit gaat zien. Maar misschien wel, stel dat het weer fysiek is, misschien dat ik dan ook met deze Socrative quiz gewoon in het lokaal begin. Jongens, vul eerst maar even de quiz in, want het gaf mij ook heel goed richting, waar ligt de behoefte? Als meerdere studenten eenzelfde vraag invulden, die vraag moeten we dus echt even gaan bespreken. Dus ik blijf dit zeker toepassen, ja. Mooi. En dan nog even de uitsmijter natuurlijk. Is het ook wel eens misgegaan ergens in je onderwijs? Zijn er nog, heb je nog blunders begaan? Continu.
Ik weet niet of collega's dat herkennen, maar ik heb regelmatig dat ik dan begin te praten en dan staat mijn microfoon nog niet aan. Of dan ben ik mijn scherm aan het delen, denk ik. En dan heb ik het over, ja, kijk, deze tabel is heel belangrijk. Kijk, daar maar. En dan hoor ik in één keer een student, ja, maar meneer, wij zien helemaal niks. En dan, oh, vergeten mijn scherm te delen. Maar kijk, ik denk ook, dat helpt ook alleen maar weer in de binding. Dan zien studenten ook van, nou ja, is ook maar een mens. En als je daar ook een beetje met zelfspot mee omgaat, dan verlaagt dat denk ik ook weer de drempel, waardoor je ja ook weer beter benaderbaar bent voor de studenten. En ik kan zo heel wat van deze bloopers achter elkaar opsommen. Dus ja. Nou, super bedankt. Ik vind het heel informatief. Het was ook leuk om je nu te zien, want de vorige keer hadden we alleen maar gebeld. Dus we zijn ook aan onze binding aan het werken. Bedankt. Ik ga verder zoeken naar nog meer van dit soort inspirerende voorbeelden. En hopelijk zijn er ook mensen die zichzelf melden om iets te laten weten. Tot gauw. Dag Ewald. Heel graag gedaan, Petra. En nogmaals bedankt ook voor de uitnodiging voor dit interview. Ja. Doeg. Tot ziens.